prins Bart de eerste en prinses Nicole aan de vooravond van het carnaval. Nee, het is al begonnen. Want u heeft de stadssleutel overhandigd gekregen. Uit handen van loco-burgemeester Maarten. Is een beetje teleurstelling? Ach, een kleine teleurstelling. Nee, valt nog wel mee. Ja, het is prima zo. Ze hebben het leuk opgepakt. En ja, nou, bij het terugbrengen van de sleutel verwachten wij dat de burgemeester erbij aanwezig zal zijn. Wat is de rol van de prins tijdens het carnaval? De rol van de prins, ik denk dat het een het belangrijkste is dat het, ja, het is een traditie natuurlijk in het dorp. En ik ben volgens mij de 49ste prins. Het is een stukje saamhorigheid in het dorp. Verbinding. Het is ja, echt iets Bonnebroeks. En ja, je gaat natuurlijk verschillende verenigingen rondom ga je ook aan. En ja, gewoon een mooi feest met elkaar ervan maken. En ja, gezelligheid. En, binding in het dorp, denk ik. Ja. Vanavond een eerste officieel bezoek, geloof ik. Nou, is niet het eerste, maar ja, wel eerst als stadsprins. Ja, inderdaad, we gaan naar de... Als stadsprinses, dan heb je ook een bijzondere rol vanavond. Nou, ik moet meer hem in de gaten houden, een beetje. Kijk, hoe je blijft nou? Nou, zou ik zo zeggen, als hij niet te veel drinkt en als hij in ieder geval thuis komt, hij heeft nooit een sleutel bij zich. Hij vergeet hij altijd, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is wel even ernstig, want u bent nu wel de hoeder van de startsleutel van de gemeente Almelo. Daar moet je een beetje voorzichtig mee doen. Nou, maar dat is een geen probleem, want die raak ik niet zo snel kwijt, denk ik. Die is zo groot. Nee, dat komt wel goed. Thuis heeft geen sleutel. Nee, de laatste paar dagen niet, nee. Komt dat? Ja, zeg het maar, ja. In uw toespraak had u een aantal beleidsvoornemens die u van plan bent deze de komende 3 dagen uit te voeren. Welke is de belangrijkste? Ja, het zijn allemaal belangrijke zaken. Maar ja, om die zaken allemaal in 5 dagen uit te gaan voeren, dat lijkt me een beetje kort dag, omdat we wel een heel druk programma hebben natuurlijk. Maar wat vinden we belangrijker? Ik vind eigenlijk het meest komische wel dat we met de Krijdlers de binnenstad in mogen en dat de Sundaps verboden worden in de hele gemeente Almelo. Dat in de verordening worden vastgelegd. Dat, ja, dat zeer zeker. Daar gaan we voor. Je had ook een opmerking over de verkeersveiligheid van de Bornse straat. Jullie zitten niet zitten naar 30 kilometer zone wat, maar tegelijkertijd heb je meer verkeersbrigadiers nodig. Ja, de verkeersbrigadiers dat is meer bij de school, zeg maar. Dat is de Pas de Ossenstraat. En daar rijden ze de brigadiers een beetje de vouwen uit de broek. Dus ja, met echt wel hele gevaarlijke situaties soms. En daar moet toch even wel een beetje aandacht aan besteden. De verbinding en de verbroedering, dat is het belangrijkste van de carnaval. Hè? Zijn er nou meer leden dan voorgaande jaren? Het lijkt net wel zo, bijna 100 man hier. Nou, ik weet niet of er meer zijn. Misschien iets meer familie, vrienden, dat zou kunnen, ja. Ja. Het is nog lang niet uitgestorven, hè? Er zijn allemaal jongeren hier. Ja, heel veel. Het is zo mooi hoe dat hier leeft. Onze kinderen zijn jong, die hopen al dat ze, als ze zo oud zijn, dat ze er ook bij komen. Dus ja, het leeft heel erg bij ons. Ja, en het staat Almelo eigenlijk niet. Toch horen jullie inmiddels na al die jaren wel bij Almelo, hè? Ja. Kom je niet meer onderuit, hè? Nee. En hoe je ontvangen wordt, is toch hartstikke leuk. Ja. Het is geen prima. Geen prima. We maken een groot feest, maar we gaan morgen op pad met... morgen hebben we de optocht bij ons in Bonnenaad. Om 3 uur. Ja. De grote optocht. En even kijken, dat gaat door naar de tijd mooi in de zaal. Dus iedereen welkom, toch? Daar is iedereen welkom. En dan gaan we zondag op pad met 260 man. Dan gaan we dweilen. En dan gaan we maandag naar Duitsland met 260 man. Een roze moeddak en dan dinsdag sluiten we het weer af, gaan we de bak verbranden en dan is het nog één groot feest, dat noemen we het luchtknipbal. En dan, daarna is er nog een kleine afterparty bij ons ik zal niet zeggen waar, maar... Is er aan het dweilen? Wat dat is? Dan gaan wij verschillende verenigingen langs, zusterverenigingen. In de buurt? Ja, Hengevelde, Zender en Enten dit jaar. De boek wordt verbrand waar en wanneer? Bij de residentie en dat is aan de Pastoor Ossenstraat bij het Cultuurhuis. Is denk ik 8 uur. Als de prinses er niet was, dan kwam overal te laat. 8 uur, ja. Veel plezier en zorg een beetje op de sleutel van, hè? Ja, kom goed, ik hou hem in de gaten. Kom wel goed.